Yo mensen, Groen van DNPNL, met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag hebben we een nieuwe reageren video en vandaag gaan we reageren op een leuke voetbalfilmpje. Dan zou ik te denken, mensen, hoe leuk zou het eigenlijk zijn als jullie ook, zeg maar, ik dan bijvoorbeeld 2 jaar geleden gezegd van ja, ik ga reageren op leuke voetbalfilmpjes, dus stuur ze. Of ik ga reageren op keeperblunders, dus stuur ze. Maar waar zou ik dat moeten doen? Denken jullie van, moet ik een soort Discord server aanmaken of zo? Of moet ik gewoon op Twitter vragen? Misschien is Twitter wel gewoon makkelijk. Misschien is waarschijnlijk, ja, Twitter is denk ik wel makkelijk. Maar ja, wie de fuck zit er nog op Twitter? Ja, helemaal fucking niemand. In ieder geval, vind je deze video leuk, doen zeker een duimpje omhoog. Vandaag gaan we reageren op grappige voetbalfilmpjes. Nou, ik ben erg benieuwd of het ook geniaal is. Daar gaan we natuurlijk later pas achter komen. In ieder geval, duimpje boven, het lijkt me helemaal top zijn. De vorige vonden jullie erg leuk, de vorige 2 trouwens. En hopelijk vinden jullie deze weer even leuk. Laten we maar beginnen met kijken. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe het dan zeker. Kan je beneden abonneren. Blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Oké, daar gaan we dan. Ik zie hier Kevin de Bruyne. Daar beginnen we mee. Dat is altijd een goed begin. Oh, Kevintje. Oh, yeah. Ja, dat is helemaal niet leuk. Dat is gewoon echt helemaal niet leuk. Ja, een kutkind. Gewoon een kutkind. Oh, dit is pijnlijk. Gaat dit voor disrespect van Fellaini? Heeft ziek lang dat lange haar gehad en dan trekt hij iemand ineens neer. Trouwens, je staat best in his moment 2019, maar ik ben toch vrij zeker dat dit een jaar geleden was. Oh, 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 oh. Bier te veel op. Wat doet hij? Wat is dit? Dit is zielig. Dit is oprecht zielig. Want voor mij raakte Lukaku hier geblesseerd met deze actie. Maar dit is gewoon standaard Lukaku. Het was niet per se grappig. Ik vind het zielig. Ja, dit is ook mooi. Douwt hij me gewoon voor. Goed, dit is gewoon goed verdedigd. Nou, leuk joh. Echt heel leuk. Ja, oké, dit is wel leuk. Waarom ga je ook liggen? Alsof je een bal... Die bal is helemaal niet hard. Wat is dit? Wie drinkt er zo? Dat kan er allemaal niet. Wat gebeurt hier? Wat is hij aan het doen? Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Oh, hij heeft hem. Dit gaat mis, hè? Is dat erin of niet? Nee. Nee. Oh mijn god, hoe schiet je die bal in godsnaam zo hard als je zo dichtbij het doel... Oh, echt. Zie je, vrouwen, ook mannen maken dit soort fouten. Ik heb de laatste video helemaal niet zoveel haat gekregen omdat ik vrouwenvoetbal bloopers keek. Want hier zie je, ook mannen maken dat soort fouten. Het is alleen niet de beste teams die het dan doen. En bij vrouwen is het wel zo, en dat is een beetje het verschil. Oeh. Ja, moeilijke stuit. Hele moeilijke stuit. Wat is dit? Dat is dat ding van die scheidsrechter of niet? Dat spijt Bussie. Oh mijn god, ik zou echt niet blij zijn. Die grens had op zijn bek door een bidon. Mooi is dat. Petje, goed. Goed petje hoor, Johar. Maar dat, wat is daar grappig aan? Mensen gaan nu tegenwoordig achter de muur liggen. Dat deed volgens mij Perisic of Brozovic of zo. Deed het ook tegen Barcelona. En daardoor scoorde Suarez volgens mij niet met zo'n vrije trap. Of Messi die onder de muur doorging. Dat was fucking slim. Echt tering slim is dat. Oh ja. Ja, oh ja. Oh, pijnlijk dit. Dat is toevallig dan maar wel een topclub. Dat is maar wel. Ik gok dat deze vent onderuit gaat. Ja, dat was correct. Zonder warming-up zo onderuit getrapt worden. Het is ongelooflijk. Wat zijn nou? Ho, ho. Lekker zeg. En weer, ongelooflijk, wat een charge. Ken die coach ook van, oh. Hij staat wel op, dat vind ik wel goed. Geen zijcoach, ga niet lopen jank. Voor zijn zak. Ah ja, en ook in zijn zak. Oh mijn god. 2 spelers in de zak achter elkaar geraakt. Oh, dit is echt triest. Oh, is heel zielig dit. Hij heeft ook last volgens mij. Hij moet poepen of zo. Nou, leuk. Ja, lekker schot. Hier is dit, Fellaini. Of niet? Haha, triest hè. Wat een trieste voetballer is dat, ongelooflijk. Ja, ik weet niet, wat vinden jullie van die dansjes? Soms wel leuk, maar ik weet niet wat zij hier aan het doen zijn. Wat is dit, jongen? Ramos, wat doe jij?
Wat is dit, gast? Zie, goede actie wel. Ja, kijk, je kan hem ook vangen, maar hij heeft natuurlijk een camera in handen, dus dan kan je hem ook gewoon koppen. Dat is goed, dat is slim. Marie op zijn muil. Dat vindt iedereen natuurlijk fijn om te zien. Wat is het nou, joh? Die Neymar houdt wel van dansen. Er zijn sowieso vaak wel Brazilianen die van dansen houden, toch? Kijk hem duwen. Hup, eruit jij. Gewoon een sneeuwbal. Gewoon een sneeuwbal. Nah. Zou je daar een kaart voor kunnen krijgen? Oh, arme de grens. Arme grensrechter. Arme grens. Wat een Neymar nou? Ja, dit soort penalties, jongen. Echt, dit is ongekend. Dit is ongekend dat dit gewoon wordt toegestaan. En mis hij hem ook nog. Maar daarna ging hij er wel in, volgens mij. Ja, dit houdt die auto echt goed. We zitten echt legit gewoon met, ik denk, zeker 11 man in die auto. Wat doet hij nou? Wat doet Robben, jongen? Nee, nee, hij verstapt zich daar. Dat meen je niet. Oh, Robben, jongen. Oh. Wat deed hij ook? Waar wilde hij overheen springen? Ik snap er geen reet van. Wat doet hij, jongen? Müller. Wat rent hij? Raar. Wat is dit? Ho, ho. We hebben nu een filmpje met een paar kleine dives. En het begint met Suarez. Dat is ook wel logisch natuurlijk. Maar ja, deze filmpjes beginnen altijd met Suarez. Niks aan de hand, nee. Zwalbe, 100%. Ik zag het gelijk al. Wat doet hij nou? Wat? Hij heeft zelf een kopstoot, what the fuck. Wat is dit nou? What the fuck? Ja, kijk, bij dit, ja, dit is wel een zwalbe, maar aan de andere kant, als je poot laat staan, dan breek je allebei je enkels af. Dus je moet wel springen, toch? Ja, dit? Ronaldo, dit is al niet echt, Jezus Christus, wat is dit, man? Oh mijn god. Wat doet hij? Wie is dit? Uanas, wat doet hij? Echt, sommigen zullen denken echt van, hoe kan je dit doen? Oh, ga maar strek er even eentje omhoog. En dan maakt hij zwalbe, jezus. Ga mes, jongen. Ben tikken. Nou, dit kan niet goed zijn. Dit kan niet goed uitzien. Oh, nou, hier kan je nog best wel een pingel voor krijgen, hoor, oprecht. Dit is wel echt smerig, hè. Het is wel goed dat de varder is als je dit soort dingen niet ziet. Ja, niks in de hand. Nee. Opzoeken dit. Wat is dit nou? Wat is dit nou? Wat doet hij? Wat doet hij? Wat deed hij? Hij springt gewoon vol met zijn hoofd tegen iemand. Wat? Deze is echt old school. Dat zichzelf gewoon mapt. Dat is echt ongekend. Ja, dat is echt ongekend. Wat doet die coach? Oh mijn god. Traoré, hij wordt neergehouden zijn eigen speler. Maar deze is bekend natuurlijk. Dan gaat hij kijken. En lachen. Ja, smerige David Luiz. Hele smerige David Luiz. Deze is wel goed. Deze is sowieso gegeven, deze penalty. Denk ik. Zo mooi vind ik als de speler gewoon... Als de scheidsrechter er gewoon bij zit en zegt van... Sta even op, man, van flikker. Wat ben je nou aan het aanstellen? Ongekend. Wat doet hij nou weer, man? Suarez is ook zo smerig. Unal. Hier kreeg hij een penalty voor. Was tegen Erwin Mulder. Toch? Of kreeg hij geel? Ik weet niet meer. Kutzooi.
Ah, kijk, dit was weer het geval. Je moet opspringen, anders ben je gewoon bang dat je Engels kwijt bent. Hij deed ook niet alsof hij pijn had, maar gewoon opspringen. Dat vind ik moeilijk. Moeilijker vind ik dat. Nou, dit was zeker gewoon een zet in zijn rug, toch niet dan? Gewoon een zet in zijn rug, ben ik nou gek? Jongen. Duurt te lang, Sanchez. Triest, diep triest. Ja, deze ongekend. Dit is wel een van de ziekste. Dit is wel gewoon een overtreding, hoor jij niet van. Maar dit. Wat is dit? Wat doe je dan? Dit is ongekend. Mbappé, jongen. Doe het niet zo triest. Dit is ook triest, jongen. Wat is dit? Zeker in slow motion zijn sommige dingen echt ongekend. Dit, waar kijken we naar? Wat? Hij wordt een koprol. Dat is wel een leuke meme eigenlijk. Dat is wel een goede meme. We gaan trouwens binnenkort met de bankjes dus meedoen met de voetbalwedstrijd. Zal ik dan ook een swalbe gaan maken? Ik heb echt helemaal ook een swalbe gemaakt. Mensen, als we 10.000 likes halen op deze video, ga ik proberen een swalbe te maken bij een echte voetbalwedstrijd. Dat gaat me echt niet in dank afgenomen worden als we dit halen, maar het zou wel echt lachen zijn. Dus mensen, vond je dit nou een leuke video? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Waar wil jij volgende week dat ik op ga reageren? Ik vond deze filmpjes erg lekker. En dan hoop ik jullie te zien met de volgende video. Mensen, ik heb het leuk gevonden. Wil je nog meer van mij zien? Dat kan. Klik dan hier. Of klik dan hier. Ik ga op mijn afspeellijst een afspeellijst aanmaken waar je op alle reageervideo's kan kijken. Ja, echt super handig. Echt fantastisch. En wil je me abonneren? Dan kan ook klikken op dit bolletje hier. Dit fantastische bolletje. Hier zit het een beetje. Hier zit een bolletje. Kan je op klikken, kan je abonneren. Doe even. Druk op dat belletje. Join hashtag teambelletje. En zie ik je bij de volgende video. Lekker video. Abonneer je de volgende keer. Later.